Ja, wat een week was het, meneer Van Kemenade. Wat een nieuws. Eerst die laffe aanslag op Peter R. de Vries. En dan nu opeens die coronamaatregelen die ingetrokken worden, of althans verscherpt worden. Heftig weekje. Ja, Peter R. de Vries, dat is ongelooflijk. Dat is een schok voor iedereen eigenlijk. Iemand die echt zijn mening durft te zeggen over welk onderwerp dan ook. Maar en een steun is geweest voor heel veel mensen ook. Maar dat je dus door mensen die het niet met je eens zijn, zomaar op deze manier kan worden neergeschoten in hartje Amsterdam. Ja, het is echt angstaanjagend. Ik ben ook heel blij dat justitie dat op een geweldige manier nu weer oppakt. Ze gaan erachteraan. Ze zorgen dat het recht zegeviert. Maar ondertussen, knijp je hem allemaal een beetje. Dat kan ons allemaal bij wijze van spreken overkomen. Ja, je zult er maar lopen, hè. En er zal zo'n kogel voorbij komen. Ik vind het echt beangstigend. En ik ben er ook erg van geschrokken, moet ik zeggen. Ja. En er komt ook nog eens een keer overheen, totaal iets anders, maar ook zorgwekkend. Het demissionair kabinet die trapt op de rem. Ja, met de coronamaatregelen. Ja, ik zou je zeggen, kijk even een paar uitzendingen terug. Ik was al niet zo blij met die snelle versoepeling. Ik heb dat een tijdje geleden gezegd, omdat we nog allemaal niet gevaccineerd zijn. Die vaccinaties hebben wat vertraging opgelopen, waardoor niet het gewenste aantal mensen gevaccineerd was. En dus mensen die nog niet gevaccineerd zijn, kans lopen om toch een besmetting op te lopen. En met name de jongeren zijn nog niet gevaccineerd. Dat risico op ernstige ziekte is dan wat kleiner. Maar goed, ik vond het ook wat snel gaan. En de besmettingen nemen nu toe. Ik vind dat je er wel een kanttekening bij moet zetten. Want er wordt heel veel getest, meer dan normaal. Eerst was het, mensen konden zich vrijwillig laten testen bij wat klachten. Maar nu is het ook testen bij evenementen, noem maar op. Dus het aantal testen is erg toegenomen. Waarbij je ook de asymptomatische klanten vangt. Hè? Dus mensen die geen symptomen hebben, het wel bij zich dragen en dus positief testen, die vang je ook. Dus het aantal testen is toegenomen, maar het aantal besmettingen dus blijkbaar ook. Dus ik vind dat een iets vertekend beeld geeft. En daarbij nog dat de jongeren die het voornamelijk betreft, die zijn niet zozeer at risk. Die lopen niet een geweldig risico om erg ziek te worden. Wat is dan de hoofdreden? Is dan de hoofdreden om de mensen in de bevolking te beschermen? Of is de hoofdreden, straks kunnen wij niet meer op vakantie? Want dat wordt ook als argument gebruikt. Nee, dat laatste is een uitvloeisel. Nee, de hoofdreden volgens Rutte en de Jonge, die hebben er heel goed over nagedacht, is dat als te veel jongeren besmet worden, dan worden ook veel meer ouderen besmet. En daar zitten mensen bij die nog niet gevaccineerd zijn, op eigen verzoek. Mm-hmm. En mensen die toch ook wel kwetsbaar zijn. Kijk, je kunt het virus nog wel krijgen, hè, als je gevaccineerd bent. Mm-hmm. Dan word je in lichte mate ziek. En als je wat pech hebt en misschien wat kwetsbaarder bent, dan kan dat misschien, als je pech hebt, toch wel verkeerd uitpakken. En die mensen die willens en wetens niet gevaccineerd zijn, moet ik je heel eerlijk zeggen, daar heb ik dan iets minder compassie mee. Die nemen het risico, willens en wetens, kunnen zich alsnog laten vaccineren. Laat ik die oproep doen. Doe dat in godsnaam. Maar Want daar pleit je nu voor, dat je toch nog een oproep doet. Ja, het kan nog. Hè? De GGD's geven iedereen die zegt van, ik wil toch nog wel gevaccineerd worden. Ja. Geven ze nog een kans, kan geen probleem. Maak de afspraak, laat je vaccineren. Je hebt nog keuze, ook nog welk vaccin. Dus dat beletsel is ook nog opgeheven. Mm-hmm. Doe het toch, want je loopt toch risico. En naarmate we meer gevaccineerd zijn, een groter percentage van de bevolking gevaccineerd is, lopen we minder risico op dergelijke grote uitbraak. Lopen we minder risico dat veel mensen ziek worden. Want het probleem is dat de ziekenhuisbedden weer bezet gaan worden. Want dat was jouw vraag, hè? Waar zijn we nou bang voor? Ja. Dat door het grote aantal besmettingen de ziekenhuisbedden zich direct weer vullen. En dat is nog niet het geval? Nee, is nog niet het geval, zeker niet. Maar ze zijn dus bang dat dat gebeurt als het al maar uitdijt. Maar de vaccins werken toch wel tegen de Delta-variant? Uitstekend zelfs, ja. Ja. Maar goed, nogmaals, er zijn ook niet gevaccineerden, toch wel een groot percentage. En als je een beetje pech hebt en je bent kwetsbaar, dan kun je alsnog ernstig ziek worden en moeten worden opgenomen. Ja. Dus daar is het voor bedoeld. Je gaf het zelf al een beetje aan, ik krijg een beetje het gevoel dat je het vergeleek met vorig jaar, dat we iets te snel open gingen. Ja. De demissionair minister-president heeft het weliswaar niet toegegeven, maar zit er toch een kern van waarheid in als sommige mensen zeggen,
iets te snel. Jawel, ik heb dat een paar weken geleden ook aangegeven. Dat ik vond dat de maatregelen weer te snel teniet werden gedaan. En ja, het werd ook weer lekker weer. We zaten op het terrasje, ja, wij ook hoor. En ik zat ook op het terrasje. Dus niks geks daaraan. Het is iedereen van harte gegund ook. Maar ik vond het wel wat snel gaan. En dan zie je ook dat in één keer dat virus zich weer verspreidt. En dat is een bom ontploft. En ja, ik vond het eigenlijk niet onverwacht. Ik had dit wel verwacht. Ik had niet verwacht dat de regering hier zo op in zou zetten. Ik denk, had het wat trager gedaan, dan had je wat meer respijt gehad. Had je nu niks terug hoeven draaien. Maar ik weet niet of het echt heel zinvol is om nu alles in één keer weer op slot te gooien. Ze hebben daar ongetwijfeld heel goed over nagedacht en statistieken bij gehaald. Maar ik vind het wel een parallel met vorig jaar. We hadden precies hetzelfde en we zijn er eigenlijk weer ingestonken. Ja, en de horeca moet middernacht gewoon dicht. We moeten weer afstand houden. Op een gegeven moment is het moeilijk als je weer aan die vrijheid geproefd hebt om uiteindelijk weer... Ja, het hebben we ook hier ook over gehad, hè, dat die basismaatregelen eigenlijk nog golden. De afstand, 1,5 meter, bij klachten thuis blijven. En de mondkapjes ook. Ik heb de mondkapjes het vorige keer over gehad. Hè. Ja. Die zei van, wat doe je met al die mondkapjes? Nou ja, het komt weer terug, let maar op. Voor mensen die willen weten wat dat voor hun betekent als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ja. Wijs op reis, daar kun je op internet bekijken wat de regels zijn in het land. En dat is nu ook spannend voor mensen die nu op een gegeven moment een vakantie geboekt hebben. En op dit moment denken, moet ik het toch nog annuleren of niet? Ja, dat is een goeie. Volgens mij, ik heb vandaag de reclames geluisterd van zo'n vakantietour operator, is het een geld teruggarantie. Hè? Dus kun je niet gaan door de maatregelen, of worden er beperkende maatregelen gesteld, zoals quarantaine of weet ik hoeveel testen tegen zoveel geld, dan kun je geld terugkrijgen. Dus daar zit wel een ontsnappingsclausule, maar ik ben het met je eens. Als Nederland zo stijgt in de besmettingen, wordt het weer een rood land, net zoals Engeland. Ik vergelijk het altijd maar weer, een tijdje geleden, want daar zijn de maatregelen ook aangescherpt. En dan heb je kans dat je niet wordt toegelaten, behalve met in quarantaine en testen. Ja. En dan heb je toch een probleem, denk ik. Een krankzinnige week. Eerst Peter R. de Vries. We dreigen weer een rood land te worden. Misschien is Engeland straks weer een rood land. En daar vindt de finale plaats. Is het wel verstandig om in deze tijd een stadion te vullen en dan naar een finale te gaan kijken? Ja, ze hebben de field tests gedaan in Nederland ook, maar volgens mij elders ook, waar een proef wordt gedaan en mensen van tevoren worden getest voor ze een evenement binnenkomen, ook een voetbalstadion binnenkomen, en wordt gekeken, is dat nou een besmettingsbron als mensen die negatief testen binnenkomen en ook een posttest, erna wordt dan weer getest, een tijdje daarna, dan blijkt dat best goed gaat. Dus in die zin, ik denk dat met maatregelen dit toch wel verantwoord is, ook bij de Europese kampioenschappen. Ik zie dat wel optimistisch tegemoet. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, dat werkt niet. Je kunt heel makkelijk, als je ergens binnen wil komen, met als je positief bent, met een soort negatieve test, als je dat laat zien, toch binnenkomen. Ja, dat weet ik niet. Je kunt overal mee sjoemelen, maar dat is toch een beetje de eigen verantwoordelijkheid ook. Hè? Je zou een test moeten hebben die iedereen daar even af zou moeten nemen. Dat is logistiek natuurlijk een ramp. Ja. En dan weet je het 100% zeker. Je voelt het al aan, die corona, daar zijn we nog niet vanaf. Nee. Je gaf zelf ook aan van, het doet me een beetje denken aan vorig jaar. En nu komt die tijd eigenlijk weer terug. Een stukje aha-erlevenis. Het gaat niet goed met corona, maar je hebt dat heel goed voorspeld. Maar wat je nog meer goed voorspeld hebt, Frank, is wie er in de finale speelt. Want dit vind ik ook wel heel opvallend. Ja, daar was ik over ingehuurd, vanwege de voetbalexpertise, meen ik. Ik heb dat afgezwakt, maar al met al kreeg ik nog gelijk ook dat de Engelsen in de finale staan. Ja. Die zijn erg gegroeid in het toernooi. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe het... Het klopt ook, want we hebben het wel even gecheckt of het daadwerkelijk klopt. Maar je hebt inderdaad gezegd dat Engeland in de finale komt. Van het coronavirus in zijn voorlopig. Dan hoeven we eigenlijk niemand te vragen wat de uitslag wordt. Dan kunnen we toch het beste gewoon aan jou vragen. Ja, 3-1, hè? 3-1 wordt de uitslag. Dus iedereen die wil... Is het trouwens ook wat je toen ook gezegd hebt? Sorry? Heb je dat toen ook gezegd? Of... Ik weet niet of ik toen de allebei de finalisten heb benoemd en met de uitslag. Maar het zou best kunnen zomaar. Het komt een beetje uit de mouw geschud. Nee, het wordt een leuke wedstrijd. Daar gaat het om. Goed entertainment. Ik heb ervan genoten van de wedstrijd tot dusver. En ik denk dat dat een hele mooie wedstrijd weer gaat worden. Ja. En je hebt een voorliefde voor Engeland. Ja. Die. Volgens mij gaan ze ook winnen hoor. 3-1 was 3 voor Engeland, 1 voor... Ja, in Wembley, hè. Het wordt het Wembley Stadion gespeeld.
fijne atmosfeer, supporters allemaal dol enthousiast. Je kunt je voorstellen alsof Nederland in het PSV-stadion zou moeten spelen. Zou te gek zijn. Maar dat zou wel betekenen dat ze moeten winnen van de sterkste ploeg van het EK. De Engelsen. De Engelsen moeten winnen van de sterkste ploeg op het EK. Ja, nou, dit valt toch te bezien, hè? Elke wedstrijd is een wedstrijd op zich. De bal is rond. Ik geef ze een hele goede kans. Ik denk dat het... we zullen het volgende keer zien. Eén bruggetje maken we nog, want straks is het EK voorbij. Hè? De Tour is in volle gang. We krijgen de Olympische Spelen. Mogen we dan ook jouw bevindingen daarover raadplegen? Zo'n groot expert ben ik niet, maar ik kijk graag. Sport is altijd hartstikke mooi om naar te kijken. En ik zal de Olympische Spelen zeker heel erg goed volgen. Ja. Ook zonder publiek, hè? Dat weet ik niet, zonder publiek. Zonder publiek. Ja, dat is weer jammer, hè? Want de beleving is een stuk minder. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Dat voetbal is pas leuk als er gewoon weer publiek is. Juichen, zingen, geweldig. Nou, de Olympische Spelen moeten we zelf zingen, vrees ik. En anders becommentariëren we het gewoon vanaf 10 uur. Ja, altijd welkom. Prima. Dankjewel. Terug aan tafel. Ja.